In deze video gaan we kijken hoe je aandelen kunt kopen via FlatEx. Want zoals je misschien wel weet is FlatEx een nieuwe aanbieder op de Nederlandse markt. Waarbij je ze adverteren dat je hierbij gratis kunt beleggen. En op het moment dat ik deze video opneem in augustus 2019 hebben ze ook nog een actie, een welkomstbonus. Als je je eigen aanmeldt en je eerste aandeel koopt krijg je €100 bonus. En dat zijn al twee goede redenen om naar FlatEx te kijken. Maar ik heb ook al eerder een video gemaakt over hoe je aandelen kunt kopen bij de Giro. En daar legde ik, net zoals ik in deze video ga doen, stap voor stap uit hoe je aandelen kunt kopen. Alleen in dit geval dus via FlatEx. En dus ook in deze video neem ik jullie stap voor stap mee naar hoe ga je aandelen opzoeken, wat kom je vervolgens tegen, welke informatie en uiteindelijk ook waar moet je op letten als je een aandeel besluit te gaan kopen, welke dingen zijn er belangrijk voordat je de koop doet, zeg maar. Nou, al die informatie krijg je in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenPassiefInkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer je dan hier op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar FlatEx en hoe je daarbij aandelen kunt kopen. Nou, natuurlijk gaan we dat weer op de computer doen, dat is het makkelijkste. Dus laten we overstappen, dan kan ik het scherm met jullie delen. Oké, we zijn nu aangekomen op de computer, dus we kunnen gaan beginnen met ten eerste de website natuurlijk van FlatEx gaan bezoeken. Dus laten we even het scherm delen met jullie. Als we op de website van FlatEx komen, dan zul je, je ziet hem nou voorbij komen, €100 welkomstbonus zoals gezegd deze maand. Een link daarvan vind je trouwens onder deze video als je je eigen wil aanmelden. Deze actie loopt dus tot het einde van deze maand. En het enige wat je hoeft te doen is eigenlijk een rekening te openen, geld te storten, daarmee een eerste aandeel te kopen. En op het moment dat je je eerste aandeel gekocht hebt, dan krijg je de dag erop €100 bonus gestort in je portefeuille hier. Dus daar kun je opnieuw aandelen mee kopen, maar heb je in ieder geval €100 extra om aandelen te kopen. Kijk ook even als je je eigen aanmeldt als een rekening opent. Dus laten we zeggen open een rekening. Naar de actievoorwaarden van deze dingen. Ik geloof dat ze hier ergens stonden, maar misschien zijn ze inmiddels verplaatst. Ik zal in ieder geval altijd een link, als ik hem kan vinden, onder deze video plaatsen. Maar op het moment dat je dus je eigen hebt aangemeld, het is een iets andere procedure zoals je gewend bent misschien bij de Giro, omdat het natuurlijk een Duits bedrijf is. Maar verder, ja, je kunt gewoon binnen een korte tijd heb je je eigen account aangemaakt en kun je dus beginnen. Nou, op het moment dat je gaat inloggen, dan krijg je het volgende te zien. Ja, dat weten we, want we zijn ermee bezig. Dit is eigenlijk het overzicht zoals je ziet wanneer je inlogt. En in dit geval zie je dus mijn overzicht natuurlijk. Ik heb een portefeuille. Dat is hetgene waar eigenlijk mijn aandelen in zitten. En ik heb een geldrekening. Dus dat is geld dat ik kan gebruiken om vervolgens nog eigenlijk aandelen te kopen. Hetzelfde als bij andere brokers stelt eigenlijk ook hier het meeste werk doe ik eigenlijk van tevoren. Ik zoek dan aandelen op die ik interessant ben. Analyses daarop loslaten vind ik allemaal iets moeilijker bij dit soort brokers. Ja, welke websites ik gebruik en dat soort dingen zal ik even in de hoek plaatsen hier bovenin. En natuurlijk ook wel onder de video. Er zijn eigenlijk 8 websites die ik gebruik voor verschillende doeleinden. En op dat moment heb ik eigenlijk al bepaald welk aandeel interessant is en wat ik dus wil gaan kopen. Op het moment dat ik dat weet ga ik dus naar FlatEx in dit geval. En klikken we hier rechtsboven bijvoorbeeld gaan we zoeken. Nou, dat kan zijn Vanguard. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die Vanguard ETF's kopen bijvoorbeeld. Dan kijken we dan naar alle resultaten, want het past niet allemaal in het rijtje. Dan zie je hier eigenlijk een heel overzicht van welke fondsen in dit geval dus FlatEx aanbiedt met de laatste koers. Zeker diegenen met een koers, die zijn vaak te koop. Andere is het ooit nog wel wat moeilijker. Je ziet hier een Vanguard 500 ETF staan, Japan, noem het allemaal maar op. En hierachter zie je trouwens in deze kolom de ticker symbol eigenlijk, het symbool van het fonds. Je kunt ook denken trouwens aan Think-ETF's. Je zult er zien dat hier er eentje staat en dit is dan van de AEX, dus van de Nederlandse beurs. Nou, je ziet dan op het moment dat je een aandeel aanklikt, krijg je een overzicht. Links krijg je wat algemene informatie, inclusief de laatste koers. Op het moment dat de beurs open is, zul je zien onderste twee regels eigenlijk telkens zien verspringen. Als de koers dus verandert, je kunt hier wel een grafiek zien. Laatste jaar, laatste 6 maanden, noem het eigenlijk allemaal maar op. Dat kun je dus eigenlijk de laatste informatie zien. Maar zoals gezegd gebruik ik daar vaak andere websites voor om dat soort informatie te weten te komen. En op het moment dat ik het weet ga ik pas hier naartoe. En onderin zie je dan informatie om het te kopen. Nou is dit geval dit niet zo'n goed voorbeeld eigenlijk. Omdat een van de punten waar je eigenlijk op moet letten bij FlatEx is dat je koopt tijdens de openingstijden. Dit heeft ermee te maken dat zij een andere beurs gebruiken om hun aandelen te kopen en verkopen. Genaamd TradeGate. En dat is wat minder goed voor je eigenlijk als je buiten openingstijden doet, omdat ze dan niet de letterlijke prijs aanhouden, maar een prijs in principe een beetje verzinnen waarvan ze denken dat die is. Dus zorg dat je alleen koopt tijdens openingstijden van een beurs. In dit geval dus de AEX. Zodat je dan op dat moment weet dat je altijd de prijs betaalt die op dat moment geldt. Aangezien het op dit moment 7:10 is, vallen dus vaak de Europese beurs al af. Waar we dan beter naar kunnen gaan kijken is de Amerikaanse beurzen. En een aandeel waar ik de laatste tijd een beetje naar zit te kijken bijvoorbeeld is AMD. Nou, gaan we dat ook rechtsboven invullen. Advanced Micro Devices, dat is dus de bovenste. Klikken we aan. Ik zou trouwens even laten zien als we AMD gewoon zoeken. Dat is misschien nog makkelijker om te zien. Krijg je een overzicht waar AMD in zit. Vervolgens krijg je dan de aandelen, fondsen die die tekst bevatten, derivaten. En zo kun je vaak al eerder snel zien welke dus het juiste is wat je zoekt. Nou, in dit geval weten we al dat die koers van tevoren hebben opgezocht, dat het ongeveer die is. Je kunt de ISIN-code nog controleren. Dus als je via de website van AMD kijkt welke code zij gebruiken in de VS, in dit geval de US, kun je precies vergelijken dat je het goede aandeel pakt. Klikken we daar dus op. Klikken we op de naam, zo moet ik het doen. Dan komen we weer in dat overzicht wat we net ook al zagen. Zoals gezegd is dit aandeel nu op een beurs in Amerika wat wel actief is, aangezien de beurs open is. En dat zie je dus hier ook zien bij bied- en laadvolume. Daar zie je regelmatig dingen verspringen. Kleur groen of rood krijgen, in dit geval dus groen. Dan gaat de prijs dus omhoog, rood is weer omlaag. Dus je ziet in ieder geval dat het actief is op dit moment. Eigenlijk dezelfde informatie die we straks ook zagen. En hier onderin zien we dus via welke beurs we het aandeel kunnen kopen. Zoals gezegd is dat TradeGate en dat is dus in real time. Krijg je nog de laatste moment eigenlijk dat het nu is. Dus ja, dat is een paar minuten geleden. De koersen, de verschillen van die dag, wat er geboden en gelaten wordt voor welke prijs. En we zien aan het einde dus een paar knoppen. Nou, daar staat de K van koop natuurlijk in het groen en de V van verkopen. Mocht je nou bijvoorbeeld ook aandelen in de gaten willen houden en snel terug kunnen vinden, dan kun je hier op WL klikken. Dan wordt die dus aan je watchlist, eigenlijk aan je favorieten toegevoegd. En op die manier kun je hem dan later snel vinden door hier op watchlist te kijken en dan staat je er direct tussen. Nou, in dit geval, zoals gezegd, willen we een aandeel kopen. Dus we klikken op de K van kopen, komen in dit overzicht. En het belangrijkste in dit overzicht is natuurlijk aan de ene kant de prijs van het aandeel. Dan zie je hier rechts in de grote cijfers staan. En ook hier rechtsboven de portefeuille, oftewel het besteedbaar bedrag wat je hebt om aandelen te kopen. Dus je kunt zien, we hebben eigenlijk €48,20 te besteden. En een aandeel is zeg maar €5,25. Dus we kunnen één aandeel kopen, net geen twee. Nou, dat kunnen we ook altijd berekenen. Als we namelijk hieronder gaan, we gaan transactietype kopen. De handelsplaats kan maar op één manier. We kunnen een prijsaanvraag doen op dit moment. Nou, stel we zouden denken van, ja, dit is nog wel uit je hoofd uit te rekenen, maar je wil meer aandelen kopen. Gaat misschien over honderden euro's of duizenden euro's. Past het dan precies een x aantal? Nou, laten we zeggen 1. Ja, dat kan, want er wordt, natuurlijk weten we dat. Bij 2 zie je dat die oranje kleur, of rood kleur moet ik zeggen, dat we eigenlijk €51 nodig hebben. Die hebben we niet, dus we halen het niet. Dus we kunnen er eentje kopen, weten we op dit moment. En wanneer we dus het aantal weten wat we willen gaan kopen, veranderen we de ordersoort naar directe order. Dan komen er weer wat velden bij. En die zijn dan belangrijk voor echt de koop te gaan doen. We hebben natuurlijk het ordertype. Dat staat op dit moment op market. En dat betekent dat we tegen de prijs van de markt op dit moment gaan kopen. Ook dat is iets wat vaak niet aan te raden is, tenzij je een aandeel per se wilt hebben. Maar dan staat eigenlijk de prijs niet vast. Dus wat wij gaan doen is een limietorder. En dan kun je dus een limiet ingeven wat je bereid bent te betalen voor het aandeel. Nou, zoals we zien is het aandeel nog €5,75, €25,75 zo moet ik zeggen. Dus ons limiet zit op dit moment zeg maar €25,77 ben ik bereid om te betalen. Iets erboven, maar het kan ook zeggen van ik doe het op €25,70. Dus op het moment dat de prijs nog iets daalt tot dat niveau, dan wordt mijn aandeel eigenlijk verwerkt en het aandeel dus echt gekocht. En hoe lang dit aandeel op deze manier nou in de wachtrij moet eigenlijk staan, is de geldigheid. Tot dit moment is het tot het einde van de dag. Je kan ook zeggen van tot het einde van de maand. En je kunt dan bijvoorbeeld zeggen op het moment dat het aandeel €20 aantikt, dan zou ik er graag misschien wel 2 willen kopen. En dat is dus aan het einde van de maand vervalt deze opdracht. Als het dus na het einde van deze maand het aandeel die prijs aantikt, ja, dan wordt het niet meer verwerkt omdat de order eigenlijk weg is. Nou, wij gaan meestal, zou ik aanraden, tot het einde van de dag. En dan dus zeggen, in dit geval €25,75. Moeten we wel met de komma werken, zie ik. En op die manier kun je dus eigenlijk bevestigen. Nou, als je op het moment dat je bevestigt, krijg je vaak nog, ja, je ziet dat die verspringt naar controleren en indienen. Dus je kunt nog een keer alles controleren. En je ziet hier rechtsonder dat je een code moet invoeren. Die krijg je op je telefoon. Er is een aparte app voor, zodat je een extra zekerheid hebt dat jij ook degene bent die het aandeel echt gaat kopen. Als we kopen misschien nog niet zo erg, maar zeker wanneer je gaat verkopen is het natuurlijk heel erg belangrijk. Dat ja, de goede persoon natuurlijk dit soort dingen doet. Dus laten we even naar mijn app gaan. En op het moment dat ik deze code heb ingevuld, klik ik op uitvoeren. En op dat moment zal de order dus, in dit geval zie je wel, order goed ontvangen. Je krijgt een overzicht van wat je hebt gekocht, tegen welke prijs en hoe lang het dus nog geldig is. Op dit moment zal die order misschien dus nog wel niet verwerkt zijn. Dan gaan we even gaan kijken in je orderboek. Omdat we de prijs dus iets lager hadden ingesteld dan de koers, zul je zien dat die nog steeds niet verwerkt is. Als ik het goed heb, hij staat hier trouwens wel als uitgevoerd. Dan gaan we heel even kijken naar rekening, in dit geval overzicht. Portefeuille. Nee, ik heb alleen nog een Vanguard dingen staan. Dus die andere staat nog in het orderboek. Gaan we even naar het orderboek. Kunnen we misschien hem ook nog aanpassen? Nee, ik kan hem niet meer aanpassen. Dus dat is dan weer het geval. Ja, we moeten gewoon even wachten tot deze prijs er is. Misschien haalt hij het niet. Wordt hij dus niet gekocht. Misschien zakt hij nog iets in koers. En wordt het aandeel dus gekocht. Maar wil je nou niet wachten, dan kun je er dus voor kiezen of om een market order te kiezen. Al zou ik dat niet aanraden, zorg dan gewoon voor een limietorder. Alleen dat je de prijs misschien 2 cent boven de koers op dit moment ligt neerzet, zodat je weet dat die eigenlijk vrijwel direct ook wordt vervuld, alleen dan tegen een prijs waarvan je van tevoren hebt bepaald dat je daar tevreden mee bent. Nou heb ik het op dit moment dus via de website laten zien, omdat ik dat denk dat je het meeste overzicht hebt, maar het kan natuurlijk ook via de app van hun, zoals ik liet zien. Ze hebben een app ook omdat je via telefoon bijvoorbeeld aandelen kunt kopen. Dat zou ik dan weer aanraden wanneer je al vaker dit soort dingen hebt, aandelen hebt gekocht via FlatEx, dat je daar meer ervaring mee bent. Maar zeker in het begin zou ik dan zorgen dat je via de computer doet. En wanneer je klaar bent, zorg in ieder geval altijd voor dat je afmeldt, want dan is dat veiliger. Met succes afgemeld. En zoals gezegd, gaan we weer terug naar de website. Zie nog steeds dat deze op dit moment de welkomstbonus is. Dus nogmaals, mocht je nou geïnteresseerd zijn in FlatEx, een link onder de video kun je vinden. Daar kun je natuurlijk direct aanmelden. En als je dus in deze maand je eigen nog aanmeldt, ontvang je die €100 bonus, waardoor je dus extra aandelen kunt kopen. Dat is zeker een aanrader. En op deze manier hoop ik dus dat je hebt kunnen zien hoe je stap voor stap eigenlijk een aandeel kunt kopen. Op verschillende manieren zelfs. Via market order, limit order. En dan nog tussen van onder de koers of net boven de koers misschien in gaat leggen. Dat je direct vervuld wordt. Ik zal nog een keer uitgebreid een video maken over een vergelijking tussen de Giro en aan deze kant tussen FlatEx. En dan laten zien welke fondsen ze hebben, want daar zit nog wel verschil in. Je hebt natuurlijk de Giro kernselectie. Daar zijn erg goede fondsen die je kosteloos kunt kopen. Maar FlatEx heeft dan juist weer andere fondsen die je kosteloos kunt kopen. Dus dat is misschien wel weer interessant in een volgende video. Maar dat behandel ik dus wel op een ander moment. Tot zover deze video over hoe je aandelen kunt kopen via FlatEx. Ik hoop dat je het allemaal hebt begrepen, dat ik het goed heb uitgelegd stap voor stap. Alle informatie en alle links die besproken zijn in deze video vind je trouwens onder de video, onder de omschrijving nog terug. Vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval altijd weten wat je goed of minder goed vond. Dan neem ik dat mee naar de volgende video. En als je na het kijken van deze video nog vragen of misschien opmerkingen hebt, laat die ten eerste achter onder de video in de reacties. Of kom naar onze Discord chat. Daar praten we over dit soort onderwerpen. Proberen elkaar te helpen. Misschien heb je ervaring of heb je vragen en kunnen op die manier elkaar dus helpen. Dus ook een link daarvan vind je onder deze video. En als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar je zit nog wel steeds te kijken, is het waarschijnlijk een interessante video. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus wil je geen video meer missen, abonneer je hier op het kanaal, klik op het bel-icoontje, dan mis je hem zeker niet. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.